Beste mensen, de lockdown is nog steeds niet over. En tot zo lang heeft NVC hun leden niet zoveel te bieden, behalve ons maandblad. Maar we gaan ons best doen om u even wat inzichten te geven over het kweken van aquariumvissen. Althans, ik zal u laten zien hoe ik met het kweken van dwerzeklier uit Zuid-Amerika bezig ben in mijn speciale kweekschuur. Hier ziet u een foto van de Letecara dorsige die ik jaren geleden gemaakt heb. Waar zie je nog zulke prachtige vissen tegenwoordig. Maar deze is er nog wel. Dit is de Crenicicla nodophthalmus. Een vis die uit Rio Negro komt. En die toch eigenlijk moeilijk te kweken is. Maar door een bijzonder toeval lukt het mij om deze vissen tot voorplanting te krijgen. Hier zie je het vrouwtje. Die zie je hier ook prachtig verscholen in een stuk kienhout zitten. Om te kijken wat er allemaal in haar biotoop allemaal aan de hand is. Zacht en zuur water is een must bij deze vissen om ze te kweken. En ik ging op vakantie en ik had mijn vriend Henny Blaak destijds vergeten te zeggen dat er een koppel nodophthalmus in de bak zat. Ik heb het licht uitgelaten en wie weet is dat misschien wel de reden geweest dat toen ik 2 weken later weer thuis kwam, dat ik daar allerlei jongen in die bak zag zwemmen. En als je goed kijkt kun je in de schittering van het kienhout kun je het koppeltje zien zitten. Rechtsachter zit het vrouwtje en daarboven zit ook nog een, links van het midden zit nog een snuit van een mannetje. Het was een prachtige broedzorg en het was echt een lucky shot om maar zo te zeggen. Deze vis, de Apresagama biteniatum. Ja, het is een bekende, maar deze rode variant heb ik slechts eenmaal 40 jaar geleden gehouden. En later las ik in een boekje van Horst Linke dat die rode variant voorkwam in Letitia. Nou is dat een plekje waar ik regelmatig geweest ben. Maar ik heb eigenlijk nooit weer zo'n prachtige rode biteniatum gevangen. Als ik toen destijds was in Natura bij Veendam. Echt, ik ben een dinosaurus, maar dat is echt meer dan 45 jaar geleden die vis daar gezien. Een prachtig exemplaar was dat. Niks, geen gefotoshop. Ja, het was een stierenpor achterwand. Maar goed, dat had ik in die periode, om maar zo te zeggen. Ik ving dit soort biteniata's in de Letitia. Hier zie je samen de Crenuge spelurus linksboven en rechtsonder. Ja, het zijn op zich mooie vissen hoor. Je hebt ze in allerlei kleuren. Soms wat meer roze. Ja, ik hoop nog steeds prachtige rode exemplaren een keer te vangen. Maar je hebt ze ook met blauw. En ze komen in Toto Letitia voor. En ook in Peru. In het stroomgebied van de upperstream van de Amazone rivier. In die gebieden, daar kun je ze nog tegenkomen. Net als mijn vorige opnames, of mijn vorige voordrachten die ik gedaan heb. Ik doe het gewoon in mijn hoofd. Ik heb de foto's gesorteerd en geselecteerd. Heel veel weggedaan. En afijn, dan hou je dit bijna half uur durende voordracht hou je dan over. Dit is ook een biteniatum die ik in Letitia gevangen heb. En het zijn hele mooie vissen. En normaal in de natuur leven ze wel in zacht en zuur water. Maar je kunt ze, als je ze gewoon levend voer geeft, kun je ze prima houden in een goed draaiend aquarium. Dan heb je er prachtige vis aan. Misschien dat ze nog een keer eieren af gaan zetten. Maar goed, echt kweken met die wildvang. Ja, het moet. Ik kom daar straks nog op terug op een koppel die ik gekweekt heb. Maar dan wordt het wel een beetje ingewikkelder. Kijk, hier zie je dan die waterwaardes van die vissen. Ik heb dit ook al een keer eerder laten zien. Een pH van 3,61 in de Rio Bitina in. Je hoort er ook al van mij live commentaar. Rio Fitina, vlakbij Enirida, een biotoopje waar je dus hele mooie appelschaamers tegen kunt komen. Even een korte indruk. Hier komt dan een vis die eigenlijk al jaren bekend is. De Tenia caricandidi. Ja, het is een van de appelschaamers, maar het is een Tenia caricandidi. Maar het is een dwerzeklier die prima te kweken valt. En ze worden tegenwoordig worden ze massaal nagekweekt in Tsjechië en dat soort landen. Dus dat is eigenlijk niet zo'n probleem meer. Althans niet zo erg als vroeger. Je ziet ze nu ook veel vaker trouwens. Het was echt toevallig als ik hier tussen andere vissen zat. Hier zijn ze de paring aan het voorbereiden, om het zo te zeggen. Het vrouwtje die maakt die typische beweging. Mannetje neemt het over. En soms gaan ze precies synchroon met elkaar dezelfde op- en neerbewegingen maken. Heel apart, leuk gezicht. Het is een typisch holenbroeder, dat zie je. Die,
Holletje op de achtergrond. Kijk, een vrouwtje staat onder de kop naar beneden. Mannetje begint te balsen. Af en toe zie je nog een witte muggenlarf in beeld verschijnen. Dat is het, eigenlijk het hoofdvoer wat ik ze geef. Maar ja, dit is wel heel apart dat het mannetje zich zo op deze manier beweegt. Vrouwtje op de achtergrond. Hier heb je dan een foto van een vrouwtje met eindjes die ze in het bloempotje afgezet heeft. Nou, dit is uiteindelijk niks geworden. Dit was echt een wildvangkoppel die tussen kardinalen vond. Dus dat is op zich wel leuk dat je die dan aan kunt treffen. Hier het mannetje die nog bezig is met het vrouwtje te verleiden. En als je goed kijkt, ik zei met zakkentaren in het holletje, kun je de larfjes zien hangen. Dit is dan de Apresagama dupertheniata, die ik aan de Orinoco-rivier gevangen heb, destijds de Rio Atabapo, dat gebied. Ja, het kan ook nog de Psamnophila zijn, dus daar wil ik een slag om daar mee houden. Maar in ieder geval, ik had destijds, dit was de dupertheniata, die komt ook in de Rio Negro voor, maar ook in het gebied van de Orinoco-rivier. Hier een vrouwtje die het hele broedholletje, alle zand uitgegraven heeft. En hier zijn ze met jonkies. Tot mijn grote verbazing lukte het met vrij eenvoudig met wat zacht en zuur water om deze vissen te gaan kweken. Echt een heel apart visje. Nou, we toch met die dwergen bezig zijn. Hier is dan de D52 die we daar ook gevangen hebben. Was afgelopen jaar. En het was een schoonheid van een vis. Alhoewel die rode kleuren bij mij in het aquarium aanzienlijk minder waren dan hier op de hand. Biotekers, opercularis en de dicentragus, dat zijn Labrobiotekus houden, dus een vrij ingewikkeld verhaal. Een vis die echt zacht en zuur water nodig heeft. Het zijn echt hele fraaie vissen. Je ziet hier op de foto. Hier eentje met een staart die vrij afgerond is, een mannetje. En met een vrij lange anaalvin. En dat wil zeggen dat je dan met de opercularis te maken hebt. En want kijk, de grap is, als je ouder wordt, dan krijgt namelijk die vis een wimpel als ze staat. En dan kun je hier een beetje, als je goed kijkt aan de bovenkant van de staart, daar komt al een beetje verlengde visstraal in. En dat heb je dan bij de opercularis. Want die wordt nog wel eens verward met de dicentragus. Dat is ook weer een ingewikkeld verhaal. In ieder geval, zacht en zuur water. En hier zie je het vrouwtje met de parijtjes bij de ingang van het broedholletje. En dat wordt op een gegeven moment, ja, hier zie je, heeft ze een dikke buik, hier moest naar heitjes afzetten. Ik heb niet alles precies op volgorde. En wacht u nog een bijna een half uur lang bij deze lezing. Dus ga er maar even rustig voor zitten. Hier zie je wel aan de zijkant van dit PVC-buisje zie je een aantal larfjes hangen. Het is echt heel apart, want die larfjes, zodra je dan bij de zaklantaarn in gaat schijnen, gaan die larfjes bewegen. En die krioelen dan door het hele PVC-buisje heen. Dus je moet wel een beetje oppassen. Hier, als je goed kijkt, kun je zien dat het vrouwtje hier een jonkie weghaalt tussen het grind. Die pakt ze dan de bek en die spuugt ze dan, tussen die andere jonge visjes die dan daar omheen zwerven. Want ze hebben een goede broedzorg. Ja, we gaan nu naar de wat robuustere soorten, om het zo te zeggen. Het is vroeger was de Apresagama species Breitbinden, maar tegenwoordig is het de Apresagama Piaroa. Ja, en die heb je ook weer allerlei kleurvarianten daar in de Orinoco-rivier en de Rio Negro ook rondzwemmen. Deze is waarschijnlijk meer downstream van de Rio Orinoco. En deze komt meer in de buurt van San Felipe in de Rio Negro voor. Die is aanzienlijk mooier gekleurd, moet ik zeggen. Het zijn echt vissen die we toen destijds met Tom gevangen hebben. Prachtige variatie erin. Mooie rode kleur in de rugvin, mooie rode strepen in de kop. Echt een prachtig soort die eigenlijk niet eens zo heel moeilijk te kweken was, hoor. Dat viel nogal mee. Ik heb behoorlijk wat jongeren van groot kunnen brengen. Ja, voor de geïnteresseerden, die kunt nog wel eens een keer het artikel nakijken van wat achtergedrukt is in Cyclidae over die reis naar San Felipe. Een prachtige plek en de upstream van de Rio Negro. Hier kun je nog een vrouwtje zien die nog even goed de eitjes heeft schoonmaakt. Is in het holletje afgezet. Het zijn ook holenbroeders. Zacht en zuur water, dat is wel wat ze nodig hebben. Hier aan de ingang van een ander holletje. Het zijn echt goede broedzorgers, hoor. Dat is helemaal geen probleem.
Op deze foto kun je al, net bij het ingang van het holletje, zie je al een wit stipje van een jong visje die na een dag of vijf, nadat ze rijtjes gekomen zijn, dan de omgeving gaan verkennen. Dit is de tijd ook dat je moet zien dat je wat artemia's klaar hebt staan om de jongen te gaan voeren. Kijk, hier kun je een keer zo'n mannetje zien. Prachtig, die rugvin. Echt behoorlijk fanatieke vissen zijn het, hoor. Je hebt echt wel een bakje van 60, 40 nodig om ze goed te kunnen kweken. Want ze zijn vrij liefdevol naar elkaar toe, om maar zeggen. Kijk, dit is dan weer een vis die in Zuid-Amerika, de Gymnogeophagus balzani, een larvofiele muilbroeder. En deze vis heb ik destijds ook gekweekt, hier met een heel stapel jongen vlakbij het vrouwtje. Maar dat doe ik een beetje ter introductie van deze, met die grote bek. Ja, inderdaad, dit is de Apostogamma megastoma. Een vis die Johan Egbers destijds al jaren geleden ontdekte bij Letitia. En we hebben iedere keer proberen die vis daar nog een keer weer te vangen. Ze horen een beetje in de, ja, tussen de Nijsenies, Rosita, Benchi, nou ja, dat zijn Panduro. In die groep hoort die megastoma thuis. Ja, dit exemplaar staat zo'n mannetje wel, hoor. Moet eens kijken wat een bek zeg, vreselijk. Maar goed, het zijn, als je ze koppelsgewijs houdt, valt ze best mee, hoor. Het zijn niet erg agressief. Ja, dit is het bekende plekje, voorbij Letitia, kilometer 21. Dan komen we in het gebied van waar de megastomers gevangen worden. Ja, er zijn illegale Peruaanse vissers, die hebben deze plek ook ontdekt. Dus die vangen af en toe het complete biotoop, vangen ze leeg. Nou ja, natuurlijk wel problemen met het DNA natuurlijk. Want ja, dan krijg je allemaal inteelt als je niet oppast. Maar in ieder geval, als je daar toe woud in loopt en je weet wat plasjes, en Daniel kan het alsjeblieft vinden. Hier zijn ze aan het balsen met elkaar. Ik had ze afgelopen maart, heb ik ze nog stiekem wat mee kunnen smokkelen voordat de corona helemaal de reis bedorven had. Had ik net 4 stuks mee kunnen smokkelen, eigenlijk min of meer in de koffer. Hier sta ik dan een aantal jaren geleden bij het biotoop van de megastoma om wat onderwateropnames te maken. Die kun je hier zien. Vrouwtje, muilbroedend, met de jongen in de bek. Hier met jongen onder zich, als je goed kijkt, kun je dat heel goed zien. En hier met jongen in de bek in de fotocouvert. Want het zijn een van de weinige muilbroedende apostogrammasoorten. Je hebt de Barlowie, die er ook nog is, maar de megastoma, die staat er ook bekend omdat hij de jongen in de bek neemt. En ik heb ontdekt dat ze het vooral doen wanneer de gevaar dreigt. Dan pakt de jongen eigenlijk alleen maar op. Het zijn weer hollenbroeders. Hier zie je het mannetje zeer geïnteresseerd het holletje in kijken. Vrouwtje die regelmatig naar binnen zwemt. Kijk, hier kun je zien, daar zijn ze druk mee bezig. En als je ze zacht en zuur water geeft, hier vrouwtje zelfs al eitjes afgezet. Hier kun je er nog even, ja, nog net weer niet in kijken, maar dat komt zometeen wel na dikke 8 dagen ongeveer. Zendt op een gegeven moment het vrouwtje met de jongen rond. En dat zie je hier een beetje midden tussen de pekelkrevers zijn. Ja, ze zijn behoorlijk klein, voor als ze gaan vrij zwemmen. Je ziet het wel, vrij onbehulpzaam. Dat ze kunnen eigenlijk nauwelijks van de grond afkomen de eerste dagen. Kijk, op een gegeven moment zit er zo'n malote dolde bekoop. Die zit met zijn fotostel of zijn filmapparaat voor het aquarium. Wordt natuurlijk een beetje benauwd. En wat dat vrouwtje doet, hier eet ze dan wat pekelkrevers. Maar de volgende fase is dat als ze er flauw van is, dat ze denkt van nou, dat wordt toch een beetje link. Dan zit ze nog een keer te kijken. Die jonkies, ja, ze luisteren toch niet zo goed. Dus weet je wat, we pakken alles in de bek. En dat zie je hier gebeuren. Keurig zoekt ze alle jonkies bij elkaar op. En alles gaat in de bek. Want ja, het zijn er wel een stuk of, nou, ik denk wel een stuk of 70, 80 jongen die daar even in de bek verdwijnen, hoor. Dat is echt, is een behoorlijke, je ziet er de lippen op elkaar. Dan, zo, je ziet dat de jonkies een beetje naartoe zwemmen. Hier en daar nog een witte muggenluif. En ja, dat is op zich wel een heel spectaculair gezicht, moet ik zeggen, hoor. Met zo'n diepe keelzak waar al die jonkies dan kan in verdwijnen. En dan maar hopen dat ze niet van de stress de boel doorslikt. Ja, die pop is de achtergrond, dat geblobben moet je maar voor lief nemen. Dat hoort een beetje bij mijn aquariumschuur.
Ja, nu gaan we eens richting Maanvissen. Hier twee exemplaren die ik een keer gefotografeerd heb. Toen ik met onder andere met Jacques de Daas, Johan Egberts, Fokko Patmos naar de Amazonrivier gereisd zijn. En in Lago Manapouru vingen we veel meer maanvissen. Helaas hadden we toen nog niet ontdekt dat er ook nog, al wisten we toen niet eens dat er ook een roodrug, ja, we praten over 22 jaar geleden, dat er ook een roodrug Manapouru's waren, maar hadden we waarschijnlijk verder stroomopwaarts moeten varen om deze exemplaren te vangen. Hier zie je ook nog een paar Peru-altums, ja, officieel is het natuurlijk geen altum, gewoon scalaren, maar in de volksmond wordt die Peru-altum genoemd. Die zwemmen hier samen met de redbacks in een aquarium rond. En die redbacks, ja, het is een natuurlijke kleur. Het is er niet ingekweekt. Wat er wel een beetje gebeurt is dat die rode kleuren benadrukt worden. Nou ja, goed, als je ze goed voert, worden ze ook vanzelf rooien van kleur natuurlijk. Dus dat scheelt ook alweer. Maar het zijn op zich prima vissen en mooi om te kweken. En dat is mij dus ook, het is eigenlijk niet zo'n probleem nu, maanvissen hoor. Ik bedoel, dat is niet zo'n punt. Ze zetten gigantisch veel eitjes af. En ik laat ze dan natuurlijk uitkomen, dat wil zeggen, ik laat ouders erbij. En op een gegeven moment dan hangt de boel ergens, in dit geval aan een stuk hout dat ik in het aquarium heb. En daar komen de larfjes dan. En de ouders die zwemmen er regelmatig een keer voor langs. En tegen ze uitkomen hangen er hele draden aan van larfjes. En op een gegeven moment dan ben je de ouders nauwelijks nog geraad met de jonge vis. Want er is dikke paniek zodra die larfjes gaan rondzwemmen. Nou, hier zijn ze een maand of, een maand of 5-6 oud. We gaan nu naar de dwergen toe voor de variatie. De Dicrossus filamentosus. Eentje uit zowel de Orinoco-rivier als de Rio Negro. Maar er is eentje, die is nog net weer iets anders. De Dicrossus gladicaudus. Je ziet één verlengde vinstraal van de staartvin. Dat is een soort die ze de laatste jaren ontdekt hebben in de Orinoco-rivier. En dan heb je ook nog eentje die in de Rio Tapajós voorkomt. Dat is de Dicrossus maculatus. Deze is wat grover en hier wordt eigenlijk, de eerste twee worden ook een wildvang aangeboden. Deze toch ook vaak. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet zo moeilijk te kweken zijn hoor. Maar ja, je moet er zacht en zuur water voor hebben. Hier is een prachtig mannetje. En hier zie je dan een vrouwtje met een aantal jonkies. Ik heb een koppel gehad destijds. Echt hele mooie vissen hoor. Ze zijn wat grover dan de filamentosus, maar echt fraai. Ja, en dan komen we hier bij een Dicrossus soort die je heel weinig ziet. De Dicrossus Wartzeli wordt die genoemd tegenwoordig. Het was eerst Species Tapajós, meen ik. Maar in ieder geval, de Wartzeli, echt, ik kwam er toevallig bij een paar koppels destijds bij Aqua Ferritil in Amersfoort, kwam ik ze tegen. Echt hele fraaie vissen. En uiteindelijk van de 5 exemplaren zat er één vrouwtje bij, maar die mannen die gingen op een gegeven moment na een aantal maanden waren ze echt aan het pronken tegen elkaar. Op die manier vond er een beetje een rangorde plaats. Ik kon ze toen heel moeilijk kweken in het begin, maar ik heb toen op een gegeven moment een aquarium genomen. Ik heb hem vol met osmosewater, echt 98% osmosewater ingedaan en 2% van het oude aquariumwater koppel erin gedaan. En waar rempel een week later waren de prachtige eitjes afgezet op een blad van de Amazone zwaarplant. En nog een paar dagen later, een dag of 6 later, stond het vrouwtje rond met een prachtig legsel van de Dicrossus Wartzeli. Nou, dat was echt een hele verrassing voor mij dat me toen lukte om die vis te kweken. Maar voor de cyclidenliefhebbers, ook dat is na te lezen in Cyclidae, het maatblad van de NVC. Deze is, dit is toch wel een van de meest gezochte dwergen, de Dicrossus fowirni. En die zie je warempel heel erg weinig. Ik had gehoopt dat ze dit jaar weer zouden verschijnen in de herfst, maar ik heb ze tot nu toe niet weer gezien. Echt, dit is een mannetje. En deze man is ook, die hier ziet, die is ook prachtig op kleur. Fowirni, dat betekent de Federación Organización Indigenas Rio Negro. Dat is een organisatie, een organisatie van Indianen. Ik kwam er toevallig achter, dat stond in een boekje. Maar in ieder geval, vandaar die naam, wat vreemde naam. Het is echt een wat groter worden, die crossroad. Ja, ze worden echt wel 12, 13 centimeter hoor. Je hebt een ruime bak nodig en dan is het echt een feest om deze vissen rond te zien zwemmen. Echt een mooiere, ja, het is echt een, als je nog vis wil, die ik nog wil hebben, dan is het deze. Maar dat zijn er wel meerdere liefhebbers.
En hier zie je het mannetje balsen tegen het vrouwtje. Echt die gunde beweging met de kop naar beneden. Dat is typisch voor deze vis. En ja, ik heb een keer eitjes gehad. En dat deze foto laat zien dat het vrouwtje al mooi op kleur is met een mooie rode vin. Hier is aan het balsen tegen het mannetje. Had ze eitjes afgezet op die Amazone, zwaar plant daar ergens. Maar later, dit was de tweede keer. Maar de eerste keer kun je hier een beetje zien. Even wachten, dat zie je bij deze opnames. Kijk, hier zijn de eitjes. Het vrouwtje die bewaait de eitjes met de borstvindertjes. En maar je hoort het gepiep van de luchtpompjes weer. Daar was ik constant mee bezig, maar toch, na anderhalve dag waren de eitjes verdwenen, ondanks dat ze best gedaan had. Maar we gaan door met de Microgeophagus altispinosa. En dat is deze exemplaar die eigenlijk al jaren in de handel is. Maar er is ook een periode geweest dat je deze in de handel kon kopen. Het is nu 2 jaar geleden, maar zo'n 30 jaar geleden werd ze in Duitsland aangeboden als tweevlek, als tweeling. De Microgeophagus altispinosa tweeling. En dat is een kleine variatie op de normale altispinosa. Die heeft 1 vlek, maar deze heeft er 2. Maar deze is ook fantastisch van kleur. Dit was een wildvangexemplaar. Die waren een jaar of 3 geleden zijn ze in de handel een korte tijd geweest. En nou ja, ik heb er in die tijd ontzettend veel jongen van gehad. Hier nog zo'n man, prachtig op kleur. Het zijn echt hele fraaie vissen. Ze worden een centimeter of, nou, 9. Ze zijn vrij hoog gebouwd, 9 à 10 centimeter. Dat zijn wel de grootste die je in de aquarium hebt. In een bakje van 80, 40, 40 kun je ze prima houden. Ze willen nog wel eens schuw zijn, daar moet je een beetje mee oppassen. Ze moeten echt een beetje wennen. Hier heeft vrouwtje als eitjes afgezet en... op een gegeven moment dan pikt ze dan die longe luifjes er tussenuit. Prachtig gezicht. Hier weer een keer. En op die manier, ja, als er na een paar dagen die eitjes uitkomen, dan verdwijnen al die larven naar een kuiltje. En dan bewaren ze het kuiltje nog een paar dagen. En op een gegeven moment zwemt de hele school rond onder de leiding van de ouders. Het zijn echt alle twee zorgen ze voor hun jongen. Nu ben ik wel een voorstander van om de jongens zo lang mogelijk bij de ouders te laten. Meestal doe ik dat 2 weken en dan of ik vang de ouders eruit of ik hevel de jongen eraf of ik vang ze eruit of wat dan ook. Maar in ieder geval, dit deed ik ook na dik 2 weken. Maar wat bleek, die jonkies kon ik nooit goed groot krijgen eigenlijk. Dus ik heb op een gegeven moment maar het besluit genomen om die jonkies gewoon bij de ouders te laten. In een aparte meterbak ontruimd. En op die manier kon ik dan in ieder geval een aantal jongen grootbrengen. Maar ik kon niet eens zo gek veel. De Microgeophagus ramarese is wel de bekendste dwerg, denk ik. Dit is een prachtige wildvangexemplaar. Die waarschijnlijk afkomstig is uit de Chanos. Gezien die vele rode plekken op het lichaam. In de rugvin vooral. En ja, toen ik gestopt was met kweken had ik nog een koppel van deze ramarese in de bak. En warempel, die leggen het op een heel groot legsel op zo'n blad van een cryptocorine. Maar dit zul je zien, daar komen ze ook allemaal uit en dan heb je vreselijk veel jonkies. Kijk, hier gaat het koppel. Dat is het verschil tussen die wildvang en nakweken. En die zwarte vlek, als die van onder tot boven loopt, dan heb je een wildvang te doen. Dat is wel duidelijk. Als die rond is, is het 9 van de 10 keer nakweken. Dit is een vis die onlangs ook in een artikel van mij, die ik verschenen heb, is in Cichlidae. Dit is de Apusagamba D6, oftewel de Species Me Too. En die contreien komt deze prachtige Apusagamba soort voor. In de Rio Faupes zwemt hij rond. En althans de zijriviertjes ervan. En die konden we toen destijds in behoorlijke hoeveelheden vangen. En werd ook een stel mee naar huis genomen. En ze zijn alweer behoorlijk nagekweekt. Ook bij Samad. Maar ook bij de liefhebbers van de NVC. Die deze vissen in hun aquarium hebben rondzwemmen. Het zijn echt wel vredelievende vissen. Niet al te moeilijk te kweken. Wat zacht en zuur water. En dan hebben ze het prima naar hun zin. Hier, dit zijn de mannetjes van die Species Me Too. En hier zit dan het vrouwtje met de eitjes. Althans, hier zijn de eitjes. En dan heb je ook nog de D53. Die komt in hetzelfde gebied voor als de D6. Maar die D53, wat hier mannetje, die is prachtig op kleur. En het probleem is een beetje, als ze in de winkel zitten, zijn ze in het begin nog niet zo van kleur. Maar als ze volwassen worden, zijn ze echt zoals hier op de foto. Hier is een mannetje aan het balsen. En op zich zijn het rustige vissen. Ze zijn prima te houden. Maar onbekend maakt onbemind. Maar pas op, in de speciaalzaken worden ze
wel eens aangeboden. En het zijn echte vissen die je heel goed kunnen verrassen. En ze zijn ook makkelijk te kweken. Hier heb je een vrouwtje met kleine jonkies die een paar dagen oud zijn. Hier zie ik even, kun je even zien hoe het gaat met het voeren. Artemia en een luchtslangetje. En dan blaas je voorzichtig tussen de jonge vis. En je zult merken, dat vinden ze fantastisch. En ze gaan snel eten. Hier een vis die eigenlijk heel bekend is in de liefhebberij. Het is de Apostogramma alacrina. Echt een hele makkelijke vis. Meestal tref je wildvang aan. Ze komen voort in de buurt van Villa Vicencio en de Chanos. En ze zijn heel erg makkelijk te kweken. Zelfs in een gezelschapbak, gewoon leidingwater, helemaal geen probleem. Ik heb ook hier een aantal jongen gewoon overgehouden. Niet extra gevoerd of wat dan ook. Ze zijn heel makkelijk te voorplanten te krijgen. Op NVC Web heb ik een artikeltje geschreven. Daar kun je opzoeken op de website van de cyclidevereniging. Deze vis was natuurlijk destijds de sensatie. De Apostogramma species D37. In het Duits wordt die kiemenvlek Apostogramma genoemd. We gaan ze natuurlijk meteen een Duitse naam geven. Fantastische vis. Niet agressief. Bij mij ging het prima aan de bak. Hier zie je samen met Ramaresis. Links het mannetje op een filmpje en rechts het vrouwtje. Niet opdringerig, dus het is prima te doen. Maar het moet wel een beetje koppeltjes. Dus kijk, hier nog Piero erbij rechts. En is mijn Apostogramma bakje een beetje samengesteld met deze vissen. Ik ben niet iemand die dan meteen allerlei vissen uit dezelfde gebieden. Voor mij is het van belangrijker dat ze het een beetje met elkaar kunnen vinden. Hier een vrouwtje met jonkies. En hier nog meer jonkies. Ja, als ze eenmaal gaan kweken, dan gaat het aan de lopende band. Echt, gewoon ik gebruik dan wat regenwater, maar ik gewoon wat zacht. En pH van ongeveer 6, dan zit je prima om een voorplanting te krijgen. Hier zie je wat, hier komt er met de foto's wat kleur wat beter uit. Ja, je ziet het, ze lijken een beetje op die alacrina, hè. En hier nog even een kleine shot van een vrouwtje met een stel jonkies in mijn kweekaquarium. En hier zie je wat jonkies die wat ouder zijn, een half jaar ongeveer. Dit is een Apostogramma gezien die ik destijds in Letitia gevangen heb. Prachtig rode kleur. Ik denk, die neem ik mee naar Nederland. Die wil ik proberen na te kweken. En Warempel, dezelfde gezien in het aquarium. Opleiding water. Prachtige rode kleuren zijn er nog. Geweldig. Er is zelfs nog een scan van een dia. En zoals je ziet hier, larfjes op het kinhout. Gewoon opleiding water, wat ik zeg, 100% wildvang. En wat te doen? Ik heb, want dit zaten nog meer vis in dit kleine aquariumpje. Dan kun je ze afhevelen en zeggen van nou oké, laat ze apart opgroeien. Maar in dit geval heb ik ze eruit gehaald. De larfjes afgeheveld. Maar ik heb ze in een klein plastic aquariumpje gedaan. En die heb ik in het aquarium gehangen. En dan zie je in dit geval dat vrouwtje broedzorg gewoon doorgaat. En op die manier geven de jongen toch iets mee van broedzorg. Het mooiste met kweken is dat je in de buurt van levend voer zit. En ja, ik woon in het Friese platteland, 3 kilometer buiten het dorp, vlakbij een weiland. Het slootje naast mij is soms in de late herfst en vroege voorjaar gevuld met water. En dan kan ik soms mijn vlooien vandaan halen. Ja, ik heb allerlei netten heb ik in diverse afmetingen, maaswijdte, van alles en nog wat. In ieder geval, dat is belangrijk om het voer te gaan vangen voor de aquariumvis om zijn goede conditie te krijgen. Hier zie je daar een foto van. Nou ja, het aantal tonnen voor het regenwater, wat nu alweer veranderd is. Een vrij oude plaatje, moet ik zeggen. Hier watervlooien. Ja, god, als er eenmaal zitten, dan kun je rustig je gang gaan. En ook wat in de diepvries doen natuurlijk. Want kijk, hier in de emmer hebben ze al mooie rode daphnia's rond. Hier zit een zwarte muggenlarf tussen de bladeren. En hier ben ik die aan het uitzeven. Ja, vroeger voorjaar heb je soms heel veel. Desondanks met die daphnia, soms een emmer vol. Als er wel in zit. Kijk, hier kun je de bewegende beelden zien. Nou, je ziet het spreekt en het hupt allemaal mooi in het water. Dus dat ziet er wel goed uit. Een nadeel van het leven voeren en het voeren met Artemia, met jonge vis, is dat je wel eens hebt dat je explosief de hydra's gaan groeien in je aquarium. Nou, dat moet natuurlijk niet, want ze kunnen ook jonge vis gaan beschadigen. Dus het is wel bedoeld dat je het meteen gaat bestrijden. Onder andere Flubinol kun je ervoor gebruiken. Is bij de aquariumhandel verkrijgbaar, is niet duur en het helpt fantastisch. In kleine hoeveelheden. Hier live. Kijk, wat is nu mooier dat je even witte muggenlarven gaat vangen. En je komt op zo'n hoeveelheid. Andere mogelijkheid is rode mug. En daar vang je veel blad en troep in een bak. Wat gaas erover.
En dan heb je kans dat je behoorlijke hoeveelheden tegenkomt. En onder bekoop moet je wel een half uur in de auto zitten voordat je rode mug kunt kopen in de winkel. Hier Tubifex, net zo'n verhaal. Af en toe heb je heel veel. En als je dat in een netje doet of scherp zand eroverheen, kun je soms behoorlijke hoeveelheden Tubifex tegenkomen. Als je aan een eindpostje van NG3 kunt komen, zou je het eens moeten proberen. Gewoon op aarde, dan kun je die wormpjes daar neerzetten en je doet een beetje brood of havermout overheen. En als het helemaal goed draait, dan je kunt hier goed die rondjes, dat zijn eitjes van aankomende NG3'en. Het is een ideale manier van voeren om de vis in een prima conditie te krijgen. Niet te veel, maar op zich wil het vaak prima lukken om ze na te kweken. Ja, die van de Karado Keta. Wie kent hem niet, zou ik zeggen, zo langzamerhand. Rio Cuviari heeft fantastische kleurvorm van de Ivan de Karado Keta opgeleverd. Ja, ik heb ze destijds mee kunnen nemen op mijn reis. Ik heb er uitgebreid over geschreven in het NVC-blad Cyclidee. Ik zou zeggen, kijk artikel nog een keer na. Deze kleurvorm van de Rio Cuviari ziet er fantastisch uit. Ja, ik ben niet objectief, maar dat is stukken beter dan die van de Rio Negro. Dit waren twee mannetjes. En dit is het vrouwtje. Herkenbaar aan de iets kortere vinnenstelsel dan dat mannetje. Maar als ze jong zijn, is het geslachtsverschil nog wel eens moeilijk te onderscheiden. Ja, op zacht en zuur water kun je verwachten dat ze op een gegeven moment eitjes gaan afzetten. Dat deed deze wildvang op zeer zacht en zuur water. Maar de F1 en ook de wildvang, als het eenmaal goed gaat, heb je best kans dat ze ook op wat minder extreem zacht en zuur water eitjes gaan afzetten. Hier in de PVC-buis. Hier is het vrouwtje bezig om eitjes af te zetten op diezelfde PVC-buis. Ja, dat zeg ik, als het helemaal goed gaat, dan zijn ze ook niet te houden hoor. Het zijn behoorlijk veel eitjes. Nou, ik schat 250 stuks als er eerlijk is. Hier met wat aquariumgeluid op de achtergrond. Hier is vrouwtje alweer helemaal in paniek, want de eitjes die komen uit. En het zijn wat dat betreft net discusvissen. Ze kijk, daar gaan een stel larfjes. Dan zijn ze helemaal in paniek als de boel een beetje bewegen gaat. Ja, ze zaten hier in de meterbak, dus ja, en op de duur, als ze wat meer ervaring krijgen, dan gaan ze er ook wat gemakkelijker mee om. Dus ze waren de enige bewoners, dus als er een keer wat wegvalt, nou ja, oké, het wordt in ieder geval niet meteen opgegeten door andere zalmachtigen. Meestal in dit soort gevallen heb ik gewoon één kop erin. Kijk, hier kun je een filmpje zien, zie je de jonge larve net uitgekomen, zie je ze bewegen op dat stukje steen. Zien we deze foto ook een beetje en hier zie je het nog beter. Kijk, ze zijn heel erg kleine jongens hoor, dat valt me wel op. Hier zie je ze op een stuk kinhout zitten. Het was een vrij donkere bak, dus ik heb niet echt duidelijke filmbeelden kunnen maken. Maar je hebt wel een idee dat hier een vrouwtje en een mannetje op de voorgrond hier rondzwemmen. Het is echt een prachtig gezicht om de bloedzorg te kunnen zien van dit soort vis. Ook een familiebloedzorg. Zowel het mannetje als het vrouwtje zorgt voor eitjes, zorgt voor de jonge larfjes, zorgt voor de jonge vis. Dus dat is prima geregeld bij de Ivan de Karado Keta. Uitgebreid verslag kun je lezen op Cyclidee. En ja, het is fijn dat die vis nou in zo'n grote getalen gehouden wordt van Frankrijk, België, Nederland en Duitsland. Dus dat is wel een succesformule van de Ivan de Karado Keta. Mensen, ik kom zo'n beetje aan het eind van mijn verhaal. Ik hoop dat u ervan genoten hebt om eens wat kijkje te nemen en te horen hoe ik met mijn aquariumvissen bezig ben. Hier wat opnames die ik destijds gemaakt heb in de Chanos. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, prettige kerstdagen. Goed nieuwjaar, blijf gezond. En ik hoop maar dat we volgend jaar een keer een hele leuke bijeenkomst kunnen houden binnen de FSC. Dank u wel.